the Slam School Awards. Battle of Heroes. Dan gaan we dan de allereerste check-out voor de Slam School Awards 2014. Ik zou zeggen, laten we gaan. Hebben jullie er zin in, jongens? Zeker. Jij ook? Woo! We gaan over een rode loper. Zijn wij zo belangrijk? We gaan over een rode loper. Hoe vind jij tot dit moment, Ikman? Een held. Ik let even hierop aan de zijkant. Hangen zo posters op die te maken hebben met de School Awards. We are the heroes. Oh, we komen nu in een soort van computerlokaal met allemaal computers. Waarbij ze alle schermen hebben. Gezet op het logo van Slam FM. Wat continu knippert. Ziet er heel erg leuk uit. Ik heb heel eventjes mijn eigen superhelden hero poster meegejat. Want die gaat natuurlijk boven mijn bed hangen. Michael heeft het ook gedaan. Uriah, laat jij hem ook even zien. Obama. Je superhelden als Obama, Uriah. Obama. Hoe vind je jezelf zo? Ja, speechless. Wat een enthousiasme hier in Eindhoven. Waar moeten we heen? Hier is de uitreiking van lekkerste chick, leukste boy en best conciërge, leukste leraar in de rij. De lekkerste chick van het oudste jaar is geworden. Charlotte Beyer. Pepijn is de lekkerste gast geworden. Kijk, en daar komt hij aan. Hij wordt ook echt gedragen als een ridder, die man. Hè? De lekkerste gast, Pepijn. Ik hoor hier een eigen versie van Ronnie Flex. Dus ook daar hebben ze aan voldaan. Hoe vind je deze versie? Leuk, zusje. Hij zit er al helemaal in ook. De winnaar is met overgrote meerderheid geworden, Tim van Eyck! Moet je even kijken. Wauw, wat een mensen staan hier allemaal te wachten. Het is hier echt, zoals Eindhoven ook schijnt te zijn, super gezellig. We gaan even meten hoe hard geluid ze kunnen maken ook. Hadden. Oranje, wat vond jij van de allereerste check-out? Ja, Eindhoven is echt de gekste. Ik ben benieuwd naar de rest, joh. Echt gewoon, wauw. Ligmar, ja. Jij bent natuurlijk ook jurylid vandaag. Hoe vind jij dat ze het er vanaf hebben gebracht hier? Nou ja, met die selfies en die uitvoering van zusje en alle andere dingen hebben ze de lat heel hoog gelegd voor de overige scholen. Dus doe je best op de overige scholen. Maar ja, ze maken wat mij betreft een hele goede kans. Maar ja, verder zeggen wij helemaal niks, Michael. We zien ze in ieder geval in de HMA. Laat jullie horen! The Slam School Awards, Battle of Heroes.